Goedemorgen. We hebben niet getest. Doet u het? Goed, ja. Zouden we nog doen, maar dat zijn we vergeten. Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, wat we net gezongen hebben, dat is natuurlijk voor degene die zeggen, Jezus, een sterk verhaal. Toch? Dat is een sterk verhaal. Dat was ook het thema, hè? Een sterk verhaal. Als je daarin gelooft, dat is ons houvast. Dat is ons rots, dat is ons fundament, waar we het vorige week ook over hadden. Maar vandaag willen we het eigenlijk hebben, niet voor de ongelovigen hoor. Thomas was geen ongelovige, Thomas wilde het zeker weten. Vandaag willen we het hebben, willen we kijken naar de mensen die het zeker willen weten. Die nu misschien zeggen, Jezus, een sterk verhaal, ja. Dus niet een sterk verhaal, maar een sterk verhaal. Ik ken die mensen om me heen die zeggen, ja, weet je, er zijn zoveel geloven, er zijn zoveel... Zouden wij het dan precies nu getroffen hebben hier, zo, met ons? Zouden wij nou... Zijn wij nou die gelukhebbers? Wij zitten precies bij het goede. En ook zeker nog bij de goede gemeente. Maar ja, pa, zeggen ze dan. Ja, je bent hartstikke lief. Maar ik vind het een beetje een sterk verhaal. Voordat we verder gaan, wil ik eigenlijk eerst naar een lied luisteren met jullie. Blijf lekker zitten. En kijk naar de tekst. Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Want bedenk ook hoe belangrijk dit is. En wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist? Ook nu is er gelukkig nog genade. Want ook al keerden wij ons van God af, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf. Ons weer terug te brengen bij de Vader. Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Het is maar één stap naar het leven, dus laat die kans niet gaan. O, geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnen gaan. Thank you.
O God is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. O, Hij stijgt ver uit boven alles, Hij weet precies wie je bent. Nou, dat wil je toch bewijzen of niet? Als mensen jou over Jezus vertellen, dan zeg je toch, nou, bewijs het eens. Dan zeg je, ja, ik heb de Bijbel. Dan zeggen ze, ja, lekker. Die is geschreven door mensen, man. Ja. Ja, zeg, en dan kom het, hè. Dan ga je vertellen, hè, toch? Ga het maar eens bewijzen. Ga maar eens bewijzen dat het... Jongen, dat is een moeilijke klus. Nou, dat is ook niet makkelijk. Daar heb je iets voor nodig. Ik begin met een voorbeeld uit de praktijk. En ik wil de techniek vragen om het eerste plaatje te tonen van die auto. Mooi, hè? Is 39 jaar oud. En die is van mij. Doet de achterkant ook maar. Ja. Geloof je dat? Dat die van mij is? Ja. Waarom? Omdat ik het zeg. Dat is mooi. En ik denk dat jij de waarheid spreekt. Ja. Nou, hartstikke mooi. Maar jij bent er maar één nu. Zullen er ook een paar zijn die zeggen, ja, dat kun je dan wel zeggen, maar hij hebt zeker weer iets, hè. Er zit weer iets achter, hè. Hij heeft weer een leuk verhaaltje. Wim zal dat bijvoorbeeld zeggen, maar ja, daar steekt weer iets achter. Hij is echt van mij. Kijk maar, ik zit erin. Doe het volgende plaatje maar. Kijk maar. Zit erin. Nou is hij toch echt van mij, of niet? Ja, nou, zie, daar begint het al. Ja. Nou, zie, dit is toch het bewijs dat hij van mij is? Ik zit erin. Nou, echt niet. Ik kan ook in die auto van Jan gaan zitten. Nou, dan lijk ik wel een miljonair, weet je. Maar dit lijkt toch wel het bewijs, toch? Zo gaan wij om met mensen, met de Bijbel. Zeggen ze, ja, maar het staat er echt hier, ik heb een Bijbel. Het is echt waar. Dan zeggen ze, ja. Ja, wat heb ik nou nodig om te bewijzen dat hij van mij is? Kijk, daar is hem. Wil je het even controleren? De huis, de woordendatum. Shhh. Ik sta er niet op, Jan. Ja. Gecontroleerd, ja. En Jan heeft hem op zijn naam gezet in 2008. Kwam hier zijn bezit. Super. Gefinancierd bij de ABN, toch? Nee, maar dit is het kentekenbewijs. Die man heb net, even kijken, ik ben slecht altijd naam, want Jan wil hem niet. Hij heeft het voorgelezen, het staat erop. En jullie mogen straks allemaal komen kijken, het staat erop. Ik heb nog meer nodig. Sleutel. Die heb ik ook. Staat er echt op, Nissan, hier. Nou moet je toch wel geloven, toch, dat die van mij is? Nou, je kunt eigenlijk niet anders, toch? Maar je hebt hem nog steeds niet gezien in het echt. En je hebt hem ook nog niet aangeraakt. Je hebt hem ook niet gevoeld. Je hebt er niet net zoals ik in gezeten. En dat je zegt, ja, ik heb hem nu gezien, ik heb het kenteken gezien, de sleutel, de plaatjes, je hebt erin gezeten, dat heb ik allemaal gezien.
Maar ik heb dat niet gevoeld. En zolang ik hem niet gevoeld en gezien heb, en ik heb erin gezeten, hou ik nog even een slag om de arm. Nou, dat zei Thomas ook. Thomas deed precies hetzelfde. Was hij dan ongelovig? Nee. Hij zei waarschijnlijk ook wel van, ja Jan, ik geloof het wel. Je hebt nu best wel veel aangetoond. Maar ik moet het nog wel hebben van dat plaatje en van dat papiertje. En ja, ik kun je meenemen volgende week. Dan wil ik er even in zitten en in rijden. En dan is voor mij het plaatje rond. Dan weet ik het zeker. Ik hoop dat ik het een beetje over kan brengen wat er gebeurd is in Johannes 20. We gaan het lezen, Johannes 20. Ik begin bij vers 24 en 25. En ik gebruik de basisbijbel. Thomas was er niet bij toen Jezus bij hen kwam. Hij was één van de 12 leerlingen en werd ook wel Didymus, tweeling genoemd. De andere leerlingen vertelden hem, we hebben de Heer Jezus gezien. Maar hij antwoordde, ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen. Nou, daar heb je hem, hè. Thomas, die dus menselijk denkt, die denkt, ja, we zijn met de Heer Jezus opgetrokken en alles ging mis. En nou zeggen ook nog eens een keer vrouwen. Die vrouwen begonnen ermee. Ja, daarna zijn Peter en Johannes ook geweest en dan zeggen ze, hij is opgestaan. Ja, het gaat wel een beetje ver, hoor. Kijk, weet je, ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar... En pas was hier zo'n spreker, hè, die zei, die doeken lagen daar, zoals hij is eruit uit omhoog gekomen. Hè. Dus, ja... Het is toch wel heel wat, toch? Ik wil eigenlijk dat Jan die auto meeneemt en daar kan ik er volgende week. Ik wil gewoon even van die oude Japanner voelen, weet je wel. Ik wil er echt in zitten. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ben jij zo iemand die denkt, ja, ik zit hier wel elke zondag misschien of ergens anders en ze hebben het erover. En ik ben eigenlijk wel jaloers op die mensen die dan denken en zeggen dat ze dat hebben of kennen of doen. Maar zelf vind ik het toch nog wel een heel verhaal, hoor. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar om er echt helemaal, ja, zo. Hè? Ik vind het een beetje wazig. Hè? Ik vind het een sterk verhaal. Ik vind het gewoon een sterk verhaal eigenlijk, wel het hele Jezus gebeuren. Dat is toch best een beetje een sterk verhaal. Waarom zou God nou naar beneden komen, naar de hemel, en vanuit de hemel naar de aarde, en die laat zich als een mens, laat hij zich ombrengen, beschadigen. Waarom? Hij kan toch ook iets anders verzinnen? Wie verzint dit nou? Dat dacht ik vroeger. Wie verzint dit nou? Had toch ook al anders kunnen? Zei ze, ja, het was nodig. Wat is nodig? God kan alles. Weet ik hoeveel sterren, we hebben het heelal, we zijn nog minder als een zandkorrel vergeleken bij het hele heelal. En dan moet God mens worden en dan lijden en sterven voor jou en mij. Toch best sterk verhaal, toch? Ik vind van wel, eigenlijk. Misschien is het maar een sprookje. En wat heb je nodig dan? Ja, je zit er daar een paar jongeren, toch? En misschien wel, ben je wel stokoud, hij zegt. Nou, wat heb je nodig? Ja, bewijs. Wetenschap die houdt toch ook van bewijs. We hebben het onderbouwd. Hè? Ik wil bewijs. Ja, ik ook. Niet zo heel moeilijk, toch? Is dat dan fout? Nee, is helemaal niet fout. Ik denk dat
Dat gaat het wel fijn vinden, jij bewijs wel. Kijk, voor de twijfelaars wil ik volgende week die auto wel meenemen. Dan mag je... Ik zet hem daar neer, daar bij de pad. Maar je straks me zeggen, als je het echt wil, dan mag je ook een rondje rijden. Ja? Ja. Ja, dat gaat me geld kosten, want dan moet ik hem in de belasting doen. En dan moet ik hem, maar ik wil hem echt tonen. Ja? Dat zei trouwens die discipel ook, want het is echt. Dus ja, dan moet ik het ook doen. Hè? Vers 26. 8 dagen later zat Jezus' leerlingen weer in het huis. Nu was Thomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei, ik wens jullie vrede toe. Er staat iets opmerkelijks, ook al waren de deuren dicht. Ze hadden zich blijkbaar opgesloten, ze waren bang. Dit bewijst dat Jezus niet was zoals die was voor zijn dood. Jezus had een opstandingslichaam. Hij kwam zo binnen. De deuren waren dicht. En ze zullen dat wel enorm... Stel, we hebben al die deuren dicht en ineens staat hier... in één keer iemand naast me. Nou, dan zijn we wel even stil, toch? Maar gelukkig zei hij, ik wens jullie vrede toe. Zo wil Jezus ook binnenkomen door jouw deur. Misschien laat je hem wel buiten, misschien laat je je deur wel gesloten. Van je. En laat je niet direct het achterste van je tong zien. Hij denkt, ja, nog maar even afwachten. Wat brengt het me op als ik voor de Heer Jezus kies? Kan me alleen maar wat kosten. En ik zal nog wel een poosje te leven hebben, dus ik doe maar eens rustig aan. Maar toch kan hij bij jou binnenkomen. Hij kan ook hier binnenkomen. Hij kan ook gewoon door de deur binnenkomen. Maar als de deuren dicht zijn, kan Jezus in zijn opstandingslichaam zijn wat hij wil. Zoals wij later ook in ons opstandingslichaam kunnen zijn wat wij willen. Misschien moet ik zeggen wat God ons wil hebben. Daarna zei hij tegen Thomas, kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Dan zou je denken, als je dus met een bepaalde bril van je opvoeding of van je verleden dit leest, dan zou je denken, er staat een gewonde Jezus die zijn littekens toont. Niet alleen van zijn handen, maar ook van zijn voeten, van zijn zij, van zijn hoofd, van de doornenkroon, van zijn kapotgeslagen rug. Daar staat iemand met korsten, wonden, littekens. Ja, ik denk het niet. Jezus had een opstandingslichaam, een volmaakt lichaam. En toch daalt hij af naar het niveau van Thomas, die menselijk redeneert. Die zegt, ja, maar ze hebben hem aan het kruis geslagen, dus als die het is, dan moet ik dat kunnen zien aan zijn handen en aan zijn zij, want daar hebben ze met een speer in geprikt. Dus als Jan die auto meeneemt, dan moet ik hem kunnen zien, want ik heb het kenteken opgeschreven en ik weet dat hij groen is. Dus, dat is menselijk redeneren. Thomas dacht gewoon, dan moeten daar die gaten nog zitten van die spijkers. En wat doet Jezus? Hij zegt, kijk maar, kom maar, voel maar. Doet hij dat? Nee, staat er niet. Er staat niet dat hij gaat voelen, dat hij zegt, doe je blouse maar even uit. Even, oh ja, je handen.
Doe je sokken eens even uit je schoenen. Dat staat er niet. Jezus daalt wel naar het niveau van Thomas af. Maar hij doet het niet. Staat er gewoon helemaal niet. Thomas die ziet hem. En die zegt, mijn Heer en mijn God. Thomas ziet hem door het geloof. Hij krijgt ogen om te zien. En een opmerkzaam hart. Nou, als je hier nou zit, als iemand die dus nog twijfelt of die het zeker wil weten, dan is mijn advies, spreek dat maar uit. Spreek maar uit, mijn Heer en mijn God, want daar wacht hij op. Want hij staat met uitgebreide armen te wachten op een ieder die komt. Ja, maar ik heb die geloofsogen niet. Nee, die krijg je. Ja, zeg je Jan, dat zeg je nou allemaal wel, maar ik heb altijd anders gehoord. Ik heb altijd anders gehoord. Ja, jij zegt het nou wel, maar ik vind het wel een beetje een sterk verhaal wat je nu ophangt. Ik weet het ook niet, Jan. Ik heb altijd al een beetje getwijfeld, maar nou helemaal. Een beetje, dat vind ik toch een beetje een raar verhaal. Van, dat hij het alleen door het zien hebt dan? Hebt hij daar niet aan gevoeld? Nou, kijk maar in vers 29. Jezus zei tegen hem, geloof je nu pas... Nu je me hebt gezien. Er staat er niet, nu je me betast hebt, nu je me gevoeld hebt. Nu je me hebt gezien. En dan zegt hij, wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben, toch geloven. Jezus stelt de vraag. Geloof na het zien. Eigenlijk zegt Jezus tegen Thomas, het is een teleurstelling eigenlijk. Dan zegt hij, geloof je me nu pas, nu je het hebt gezien, nu je mij hebt gezien? En ik kan me zo voorstellen dat Jezus heeft gedacht, ik snap je wel en ik zal naar jouw niveau afdalen, is goed. Maar het is wel jammer. Het is wel een beetje jammer dat je mij niet zomaar, net als die andere, dit mag wel iets enthousiaster, toch? Maar weet je wat nou zo mooi is? Er zit verschil tussen die 10 discipelen die eerder de ontmoeting hebben gehad en Thomas. En ik weet niet of jullie dat opgemerkt hebben. Ik heb dat nog in de app gezet, ga dat maar eens een paar keer doorlezen. Maar er zit verschil, want ik denk dat Thomas model staat voor ons... Want wij zijn diegenen die het moeten hebben van het niet zien, maar van het geloof. Want hij zegt, wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben, toch geloven. Eigenlijk zegt hij, broeders en zusters, twijfelaars, jullie die nog niet geloven, die hier zitten zomaar omdat je hier meegetrokken bent, eigenlijk vind ik jullie geweldig dat je in mij gelooft. Want je gelooft terwijl je me niet gezien hebt. En dat begrijpt Jezus ook heel goed, dat dat een moeilijke klus gaat worden. Dat dat een moeilijke opgave is voor ons. En vooral in deze tijd waar zoveel bereikbaar is, waar zoveel te zien is, waar zoveel te horen is, waar zoveel verleiding is, waar zoveel... verzameld is aan wetenschap, aan kennis, aan alles wat er te krijgen is. Hij snapt dat het moeilijk is, dus hij zegt, wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben, toch geloven. Dus Jezus is blij met jou, als je gelooft. Lukt het met het geluid? Ja? Half, half. Is er iemand die misschien kan helpen, als het niet lukt? Ja, komt het goed? Deze? Leg het hier aan. Leg het aan het kastje, denk je?
Zie je het nu? Ja, gaat het beter? Ah, niet kastje verrot. Hoe wil Jezus jou nou helpen dat je ook gaat voelen? Dat je gaat voelen zonder dat je Jezus voelt. Ja, dat is door te geloven. Dan komt er ook gevoel bij. Maar Jezus wil een stap in het geloof om ook bij je gevoel te komen. Hoe gaat dat dan? Nou, door zijn geest, door de Heilige Geest. Zijn we al overtuigd van de waarheid van Jezus, dat hij echt heeft bestaan? Of zijn we nog niet zo ver? Zijn er nog onder ons die zeggen, ja, nou, het is nog wel een heel verhaal. Dan moet je eens kijken wat er gebeurt bij de ontmoeting. Die Jezus daarvoor had met de 10 discipelen. Vers 19. Toen het avond werd, op die eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei, ik wens jullie vrede toe. Daarna liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. Je zou denken, zie je wel Jan, daar gaan we. Hij liet zijn handen en zijn zij zien. Ja. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. En Jezus zei opnieuw tegen hen, ik wens jullie vrede toe. Net zoals de Vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie. Toen blies hij op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven. Nou, dit is toch een heel apart stukje, hè? Dus, Jezus toont zijn handen en zijn zij. En wat ze gezien hebben, ik heb geen idee. Het kon nog wel eens het overwinningsteken zijn. Maar ik heb geen idee. Want als Jezus daar geloofd werd door het laten zien van zijn littekens of zijn wonden, ja, dat kan een ander ook. En dan zou het toch geen volmaakt lichaam zijn, een overwinningslichaam. Gaan wij dan straks opstaan met onze handicaps, met onze wonden, met onze pijn, met onze gebreken? Ik geloof het niet. Maar er gebeurt nog iets. Hij blaast op hen. En ze ontvangen de Heilige Geest. Wie? Die 10. Thomas was er niet bij. Daarom denk ik dat die 10 min of meer een andere opdracht hebben gehad en een belofte dan Thomas. Daarom denk ik dat Thomas meer model zat voor ons. Want wat kregen ze dan? De Heilige Geest. En wat hing daar dan aan vast? Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Ze mochten de zonde vergeven. Sterker nog, als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven. Wie had het ooit eerder gelezen? Ik niet. Kees wel, denk ik. Maar apart, hè? Wat een bijzonder stuk, Johannes 20, wat daar allemaal staat. En nu dan? Want die Heilige Geest is uitgestort in Handelingen 2. Ja, dat klopt. Wij leven ook naar Handelingen 2. En dit was voor de uitstorting van de Heilige Geest. Daarom denk ik ook dat de apostelen, de 10, een andere opdracht hadden
in de kern dan wij die na Handelingen 2 leven. Maar het is nog, dat is nog best de moeite waard om daar nog eens een keer naar te kijken. Hoe werkt dat dan nu? Nou, wij mogen de Heilige Geest ontvangen als wij de Heer Jezus aannemen. Als wij door het woord horen, mogen geloven, mogen Jezus mogen aannemen, dan krijgen we geloofsogen. Dan mogen we hem zien door het geloof. En dan werkt de Heilige Geest in ons om te bevestigen dat hij leeft. En dan mogen we met hem leven, dan mogen we hem zien en voelen. Ook dat. Ja, toch. Toch nog één keer. Hoe, kijk, Jezus, Jezus is op deze wereld geweest. Maar toch ben ik nog niet overtuigd, zeg hier misschien iemand, dat die Jezus, het kan ook een verhaal zijn, toch, die ze verzonnen hebben. Het kan toch ook zijn dat ze, is er iets, voordat Jezus kwam, wat zeg maar duidt, wat zeg maar aanwijst, dat hij bijvoorbeeld kwam. Hebben jullie het nieuws gezien van de week met het weer? Er is iemand in begin 1900 geweest, die heeft gezegd dat we dit jaar een natte zomer kregen. En het klopt. Hij heeft al meerdere voorspellingen gedaan en die kloppen. Dus iemand die is toen al zo slim geweest, of die heeft toen al zoveel inzicht gekregen, dat hij goede voorspellingen gedaan heeft. Dat kan God geven. Die kan aanwijzingen geven. Je kunt ook naar de natuur kijken, naar de lucht. Wat komt eraan? En klopt dat met wat de Bijbel zegt? Zijn er vooruitspiegelingen die zeggen dat wat er nu gebeurt, dat is voorzegd? Is dat bijvoorbeeld ook met Jezus gebeurd? Dat je weet, dat je zegt, nou dat is wel heel duidelijk. Dat kon die man nooit weten dat hij kwam. En die hebben het zo duidelijk opgeschreven wat daar gebeurd is. Op Golgotha, het lijden en het sterven van Jezus. Is er iemand die dat enigszins al een beetje zo voorspeld heeft? Is er bewijs? Is er iets in de Bijbel die daarnaar wijst? Ja, dat hebben we. Jannes, wil je komen? Goedemiddag allemaal, ik kom even een stukje voorlezen uit Jesaja. Jesaja zegt, wie gelooft wat ik heb gezegd? Wie heeft werkelijk begrepen hoe machtig de Heer is? Zijn dienaar groeide bij hem op als een buigzaam jong takje, als een wortel uit kurkdroge grond. Hij zag er niet bijzonder uit, zodat we iets van hem verwacht zouden hebben. Als we naar hem keken, zagen we niets bijzonders. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte. De mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen. We hebben geen enkel respect voor hem gehad. Wij dachten dat hem dat allemaal overkwam, omdat hij door God werd gestraft. Maar hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze pijn weggedragen. Hij werd mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep, zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden, maar de Heere heeft al onze ongehoorzaamheid op hem gelegd. Hij werd mishandeld, maar hij protesteerde niet. Hij zei niet, net als een lam dat wordt weggebracht om geslacht te worden. En net als een schaap dat wordt geschoren. Hij werd uit de angst en uit de veroordeling weggenomen. En wie van de mensen van zijn tijd kon het iets schelen dat hij uit het leven werd weggerukt en gedood.
Hij heeft de straf gedragen voor de ongehoorzaamheid van mijn volk. De mensen dachten dat hij bij de misdadigers begraafd zou worden. Maar hij kreeg een graf bij de rijken. Dat was omdat hij nooit iets slechts had gedaan. En nooit iets gezegd had wat niet waar is. Maar de Heer had besloten hem helemaal te verpletteren. God maakt hem ziek nadat hij zijn eigen leven heeft opgeofferd. Om ons te bevrijden van onze schuld. Zou hij kinderen hebben en hij zou heel lang leven. Door hem zou de Heer zijn plannen kunnen uitvoeren. En nadat hij zo vreselijk heeft geleden, zou hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden. De Heer zegt, zo zal mijn dienaar, die zelf nooit iets verkeerds heeft gedaan, heeft heel veel mensen bevrijden van hun schuld. Want hij zou hun ongehoorzaamheid op zich nemen. Daarom zou ik hem een belangrijke plaats geven bij de machtigen. Hij zou met hen de buit verdelen, want hij heeft vrijwillig zijn leven gegeven. Hij heeft zich laten behandelen als een misdadiger. Zo droeg hij de straf voor de ongehoorzaamheid van heel veel mensen. En hij heeft gebeden voor de schuldige mensen. Dankjewel. Prachtig voorgelezen. Profetie, 700 jaar voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Nou, dan weten we toch, we houden toch van bewijs. Als iemand schrijft alsof hij erbij was. Alsof hij de dag ervoor meegemaakt heeft. Zo staat het er. En de Bijbel die geeft nog veel meer bewijs van voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dus de vraag is, durf je te geloven? Durf je te geloven zonder te zien? Dat is eigenlijk de uitdaging voor ons. Hebben we daar genoeg aan? Wat is dan het beste gebed voor je? Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan is Jezus een sterk verhaal, ook voor jou. Amen.